Hallo allemaal. Welkom bij Binnen Aliade met Sirik en Sonja. Met vandaag. CD-opname van het koor Buitengewoon. Een dag van Wesley. Badoe. En het weer met André. Fijn dat je kijkt naar Binnen Aliade van donderdag 29 juni. Het koor Buitengewoon had een wens. En de wens, dat is heel spannend, een cd maken. En daar gaan we nu even naar kijken. Dit is dus onze opnameruimte. Dit is Albert-Jan. Hoi. Hallo. En Albert-Jan is de opnametechnicus. Dus dat is degene die steeds op start en op stop drukt. En die, ook, die zit aan de andere kant van dat glas zometeen. Want dat is onze controleruimte. En daar, vanaf daar kunnen wij heel goed horen vanaf elke microfoon precies opnemen wat wij graag willen horen. En dus of de instrumenten allemaal goed binnenkomen. Of jullie natuurlijk allemaal goed binnenkomen. En wat we bedacht hadden bij Jan was dat we nu eerst even gaan repeteren. Ja. Dus dat betekent dat jullie alle liedjes even doorgaan. We nemen het ondertussen ook. Ja, nou jullie hebben de eerste takes erop zitten in de opnamestudio. En hoe ging het? Nou, het ging eerst een beetje dat ik een foutje had, maar daarna ging ik volledig door. Nou, fantastisch, fantastisch. Ja. Dus het ging goed? Heel goed. Fantastisch. En Han dan, hoe vind jij het? Oh, goed. Gaat het goed? Ja. Ben je tevreden? Ja. Oh, super. En ik zie dat jullie nu aan een lekker lunchje hier zitten. Ja. Ook dat is allemaal verzorgd. Helemaal. Hey, en Anja, kan je even vertellen waarom we dit doen hier? Nou, wij hadden een reputatie voor dus, om een cd-opname te maken. Oh, had je een wens ingevuld? Ja, bij de wensboom. Oh, wat super. Dus dit is eigenlijk de wens die jullie hadden ingediend en die komt nu in vervulling. Klopt. Ah, super meid. Ja. Nou, succes vanmiddag. Ja, dankjewel. En dan gaan we nu even kijken weer naar ons vaste item. De dag van Wesley. Ja, een goede avond iedereen. Een fijne dinsdagavond. Ja. Ik ga straks even lekker een hapje eten bij mijn schoonmoeder en bij mijn vriendin. Heb ik nu al super veel zin in. En dan ga ik vanavond weer naar Harlingen toe rijden. Ik ga eerst even lekker een leuke avondje gezellig hebben en daarna weer naar huis toe. Ik heb nu al weer super veel zin in. En wat gaan jullie allemaal doen in het dagelijks leven? Ik ben altijd wel nieuwsgierig. Ja, wat een super gezellig en fijn om te horen hoe de dag van de rest van iedereen is. Ik heb vandaag weer een super leuke dag. Ik heb er super veel zin in. Ik heb trouwens ook een nieuwe bril, heb ik sinds vorige week. Ik ben super blij mee. Het zit ook lekker. Het is altijd wel gezellig. Even lekker genieten van het weer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Superleuk. Heerlijk windje. Ja, het is nog best wel een beetje warm buiten. Maar ja, de temperaturen zijn niet meer zo hoog als vorige week. Toen was die iedere keer boven de 30 graden. Het is nu lekker 20 graden. Een beetje bewolkt. Geen felle zon, dus dat is wel heerlijk, heerlijk. Ja, zeker. Ja, ik ga lekker muziekje luisteren in de auto, altijd super gezellig. Ik ben nu weer even
bij mijn schatje, even in de theetuin, even gezellig. Mooi op de avond. En ik ben samen met mijn schatje even lekker afkoelen. Hè, pap? Mm-hmm. En wat is mijn schatje nu aan het kijken? Even aan diamond painten. Superleuk. Mooie bloemetjes. Ja, er komt straks regen aan. Maar ja, dat zijn we gewend. Ja, ja, gezellig. Hey, beste mensen, daar was ik weer. Ja, ja, de enige echte Wesley. Ik ben nu weer onderweg naar huis. En dan morgen weer lekker naar de disco. Het is nu dinsdagavond. En morgen weer lekker naar de disco op Carré. Ga ik weer lekker meehelpen. Heb ik nu al super veel zin in. Ga weer lekker mijn muziekje draaien. Super gezellig. Bij Aliade. Dat vind ik echt geweldig. Lekker uitwaaien. Heerlijk, heerlijk. En ik vind het echt super geweldig. Ik wens iedereen een fijne nacht. En een fijne avond. Badu is een dagbesteding in Leeuwarden. Met een winkel, een naaiatelier en een productiegroep. En we gaan daar nu even naar kijken. Ik ben Lina. Samantha. En wat doen jullie hier vandaag? Op de markt staan. Ja, op de markt staan, ja. En wat voor spullen hebben jullie? Alle leuke armbandjes, zonnebrilkoortjes. En wie heeft dat allemaal gemaakt? Ja, armbandjes heb ik allemaal gemaakt. En de brillenkoorts heb ik allemaal gemaakt. Dat zijn deze. Die maak ik. En hebben jullie al wat verkocht vandaag? Ja, heel veel. Ja? Ja. Gaat het goed? Ja, hartstikke goed. Is het te klein? Ja, maar probeer eens, Sita. Ja, maar ik wil hem aan deze. Nee, Sita. Pup, 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 pup. Ik heb deze. Nee, Sita is er wel aan mij luisteren. Moet je afkomen, die hoofd? Nee, die past niet. Staat, ik kan niet doen, maar staat. Dus dat moet ik. Zou jij die koeltas even willen pakken? Die zetten we altijd met de schermen. Dan moet je hem wel hebben. Alsjeblieft. Ik pak me niet op voor mezelf. Ja. Oh ja, misschien is het dat een beetje naar voren. Ja. Beetje naar voren. Ja. 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 Dus voor herhaling van waar.
wat zou je zeggen nog tegen de kijkers? Oh ja, heb je nog iets voor Binnen Aliade? Mail dan naar binnen@aliade.nl. En dan nemen we ook contact met je op. Fijn dat je hebt gekeken naar Binnen Aliade en tot de volgende keer. Doei! Doei! Goedenavond dames en heren van Binnen Aliade. Ik sta hier buiten Kolm. Achter mij kun je Kolm zien liggen. Ik laat jullie weer een mooie weerfoto zien. En daarna ga ik jullie vertellen wat voor weer het gaat worden voor de komende dagen. Morgen de vrijdag schijnt geheel de zon, maar ook zijn er een paar buien mogelijk. Het wordt 18 graden op de Waddeneilanden, en plaatselijk 25 graden in Limburg. Dus hierdoor schijnt ook wel de zon en we hebben morgen de windkracht van windkracht 3, de vrijdag. De vooruitzichten dan? Ja, van zaterdag tot met woensdag blijft het gewoon wisselvallig weer met af en toe buien. Dus hierdoor schijnt ook geheel de zon. En overdag wordt het 18 tot 23 graden en in de nacht is zo'n 15 graden. Dus eigenlijk is gewoon licht, dus vallen weer, maar goed groeizaam voor de natuur. Tot zover het weerbericht weer voor Binnen Aliade. Volgende week donderdag zijn we er weer. Ik wens iedereen een heel mooi weekend toe. Echt niet te hopen van. Doei doei!